Welkom bij FC Den Bosch TV. Zoals u misschien weet is sinds 1 juli FC Den Bosch voorzien van een tweehoofdige directie. En die bestaat uit Fred van der Hoorn en Peter Bijvelds. Nou, de eerste naam zult u ongetwijfeld kennen. De tweede naam is wat moeilijker. En dus hebben wij een afspraak gemaakt met Peter Bijvelds om met hem kennis te maken. Maar eerst gaan we voetballen. En dat doen we middels een gesprek met Tom van Weert, de spits van FC Den Bosch, en Fons Groenendijk, de trainer. En natuurlijk blikken we ook vooruit op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Fons, de transferperiode is voorbij. Ik denk dat je opgelucht bent dat je het hele spul nog bij elkaar hebt. Ja, tuurlijk. Want, je zat er wel mee, hè? Nou ja, zat ermee. Dat is misschien een beetje een groot woord. Maar het is wel zo dat je natuurlijk wel hoopt dat, dat je betere spelers blijven. Hè? Want er waren wel wat geruchten. En daar zat ik natuurlijk niet op te wachten. Om nog nu spelers zo te laten vertrekken. Gelukkig is het niet gebeurd. Ook voor het concept, denk ik, hè, wat je wil doen, hè? Nou ja, goed, je bent natuurlijk met elkaar bezig. Op een bepaalde manier wil je voetballen. Nou, daar trainen we natuurlijk ook op. Je moet er niet aan denken dat als je 4 wedstrijden onderweg bent, dat je bijvoorbeeld nog 2 pijlers of belangrijke spelers daarin moet missen en opnieuw moet beginnen weer. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. En we hebben de groep compleet. We hebben weinig blessures, dus wat dat betreft staan we er redelijk goed voor. Je hebt inmiddels 4 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Hoe kijk je terug op die eerste 4 wedstrijden? Ja, toch met een beetje gemengde gevoelens wel. Toch ook wel weer omdat we met name Cambuur in blessuretijd nog weggeven. Nou, ik vind dat we de eerste 2 wedstrijden zeker niet ons beste spel hebben laten zien. Zwolle was wel een spektakel, maar daar zijn we toch wat naïef geweest. Die wedstrijd hadden wij in feite met een 1-0 voorsprong. Hadden we niet zo makkelijk weg mogen geven. En uiteindelijk pak je daar nog een punt. Maar Telstar vond ik dat we het gewoon heel matig hebben gedaan qua voetbal. Dat is niet de norm die wij hebben normaal gesproken, onze standaard. En de laatste 2 wedstrijden hebben we denk ik aardig gespeeld bij fases. Niet wat mij betreft nog lang genoeg. Ik vind als je met deze groep kijkt naar de potentie die er is, dan dan moet je zo langzamerhand een uur in staat zijn om goed voetbal te spelen. Nou, dat hebben we tegen Cambuur vond ik wel gedaan. Daar hadden we zeker verdiend om de wedstrijd te winnen. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. En de wedstrijd Veendam vind ik dat we wisselend, goede momenten, maar ook toch ook wel fases waar ik helemaal niet tevreden over ben geweest. En daar kom je dan wel weg met een overwinning. En dat was natuurlijk goed. Ook voor het vertrouwen. Ja, en de oefenwedstrijd KV Mechelen erachteraan, waarin we wel, denk ik, ook bij vlagen goed voetbal hebben laten zien. Dus al met al een beetje gemengde gevoelens. Maar qua punten totaal denk ik dat we 2 te weinig hebben. Ja. Probleem bij jouw ploeg in die eerste fase was vooral het achteruitvoetballen op een gegeven moment. Hoe moeilijk is dat om de jongens dat duidelijk te maken dat dat anders moet? Nou ja, bij momenten lopen we dan achteruit. Het heeft ook een beetje met het gevoel te maken van dat je tegen zo'n eerste overwinning aanhikt. Die wil je dan over de streep trekken, waardoor je vergeet om vooruit druk te blijven zetten. Om zelf te bepalen wat er gebeurt. Dat willen we altijd graag. Ja, dat initiatief hebben we bijvoorbeeld bij Veendam hebben we volledig weggegeven. En daar kom je nog in de problemen tegen een ploeg waar je eigenlijk gewoon afstand van moet nemen. Ja, en dat zijn dingen die moeten eruit. Daar praten we veel over. We proberen ook in oplossingen uiteraard te denken. En uiteindelijk moeten ze in het veld ook het gevoel hebben dat ze daar achter staan met elkaar. En wat wij willen. En dat begint wel steeds meer te komen, dat besef. Dat het toch beter is om vooruit te blijven verdedigen, om agressief vooruit te blijven voorchecken en dan vandaar de bal te veroveren, want dan kan een tegenstander ook niet gevaarlijk worden. Nou, als dat lukt, dan word je echt een goede ploeg en dan kunnen we nog meer stappen maken. Ja. Dus als dat we nu al doen. Ben je tevreden over de inzet en de ontwikkelingen van de nieuwe spelers? In grote lijnen wel. We hebben daar 2 bij gehad die
die echt heel lang eruit zijn geweest. Hè. Dus Ralf en Jeffrey Vlug. Ja, die zijn heel lang geblesseerd geweest vorig seizoen. Die hebben echt een langere periode nodig gehad. En ik zie ze nu allebei wel stappen maken. Van den Broek en Brok, die stonden er eigenlijk wel meteen. Bart van Brakel heeft ook lopen kwakkelen met allerlei blessures in de voorbereiding. Waardoor hij ook veel gemist heeft. Die begint nu ook te komen. Nou, wat betreft Kevin Bezois ben ik uitermate tevreden over. Dat is voor ons een absolute toegevoegde waarde. En dan hebben we natuurlijk nog een paar jongens, zoals recent Maarten Boddaar, die een goede indruk maakt. En die zijn weg wel zal vinden bij deze club. Osama Rashid heeft ook nog tijd nodig. Die duidelijk moet wennen aan een hoger niveau. Ja, dat is allemaal niet zo erg. Dat hoort erbij. Maar dat zijn wel eens een beetje de nieuwelingen. Plus natuurlijk een hoop jongens uit de jeugd. Die tijd nodig hebben en tijd moeten krijgen ook. Om zich door te ontwikkelen. En dat moeten zij vooral doen op het trainingsveld en in de wedstrijden, zeg maar, bij de belofte. En dat is de weg. En ja, die moeten zij bewandelen. En ja, dat vraagt ook een beetje geduld van de speler zelf. Kortom, redelijk veel perspectief bij FC Den Bosch. Jawel, zeker. Dat perspectief is er altijd wel. En de uitdaging voor ons ook. Ik moet zeggen, we hebben natuurlijk ook het verlies even op moeten vangen van Wim van der Horst. Want met name in de staf bracht dat toch wel wat teweeg natuurlijk. Maar is er al een vervanger voor trouwens? Nee, we hebben Mark Lakwijk uiteraard voor de belofte. En Jan vrijgemaakt daarvoor, Jan van Ginsven, die mij meer dan geweldig aanvult. Dus dat is alleen maar goed. Die combinatie die werkt goed. En wij proberen ook zoveel mogelijk in te stoppen. En ja, daar wil je natuurlijk wat voor terugzien. En ik krijg steeds meer het gevoel dat we toch weer op de goede weg zijn. Even tot slot, twee vragen nog. Aanstaande vrijdag speelt FC Den Bosch tegen Fortuna. Ik denk een lastige uitwedstrijd. Ja, dat wordt denk ik het zwaarste karwei tot nu toe. Fortuna, toch wat nieuw elan. En ook wat spelers erbij waarvan ik zeg, ja, die zijn goed om op een behoorlijk niveau te spelen. Hè. Bijvoorbeeld een Kevin Diaz van Cambuur, gewoon een goede speler. Ja, Gommans, maar ook een Hoessen die ze in Engeland hebben gehaald. Ook een jonge speler die aardig kan voetballen. Rikse, die natuurlijk voor het seizoen al gekomen is en die de boel daar neerzet. Hè, die zich wel heel belangrijk is voor dat elftal. Maar daar staat wel een betere groep als vorig seizoen. Dus Fortuna is wel een tegenstander waar we ons echt, zeg maar, ons borst nat kunnen maken. Want dat wordt een hels karwei. Tom van Weert, eindelijk zou ik willen zeggen. Hè? Eindelijk in de basis. Eindelijk in de basis, ja. Heb je hem gelijk in. Ja. Je hebt er lang zat voor gevochten. Is het je achteraf tegengevallen dat het zo lang geduurd heeft? Tegenvallen. Ik ben natuurlijk vrij snel gekomen. En dan valt het waarschijnlijk op het begin is wel tegengevallen dat het langer duurde voordat ik weer in de basis zou staan. Maar uiteindelijk is het wel geleidelijk gegaan en heb ik die weg een beetje geleidelijk bewandeld. En nou tot dit moment dat ik nou vast in de basis sta. Ja. Tot nu toe. Ja, want je maatjes zag je al wel in het eerste verschijnen. Hè? Dacht je, potverdikke, wanneer ik? Ja, ik moest het veel al doen met invalbeurten en ik denk dat de concurrentie op mijn positie altijd wel groot was. Dus als jeugdspeler begin je dan denk ik toch een beetje achteraan. En heb ik via invalbeurt afgelopen seizoen veel moeten laten zien dat ik in de basis thuis hoor. En gelukkig heb ik die lijn door kunnen getrokken en sta ik er nu in. Je hebt nooit getwijfeld, hè? Nee, ik heb nooit aan mezelf getwijfeld. Goed, dan heb je inmiddels 3 wedstrijden gespeeld. Als je daarop terugkijkt, hoe is dat bevallen? Wel goed. Ik denk wel als team iets te weinig punten hebben gepakt. Als je kijkt, net als tegen Cambuur geeft in de laatste minuut geef je 3 punten weg. Persoonlijk denk ik dat ik met 2 doelpunten wel een goed aandeel heb. En ik denk dat ik niet ontevreden mag zijn, maar dat het wel altijd beter kan. Ja. 2 doelpunten, 2 mooie doelpunten. Eerste was niet zo moeilijk, hè, maar je stond wel op de goede plek. Ja, ik denk dat het nog best best tegenviel, want er zat nog een stuit in en nog een best veel effect, maar uiteindelijk is het wel een kans die er wel in mag en ik scoorde hem en dat is
altijd lekker en dan lijkt het denk ik altijd makkelijker. Ja, als spits moet je ook scoren. In die drie wedstrijden ook één negatief puntje, een rode kaart, hè? Ja, dat was natuurlijk jammer, want het begon dan vrij goed met die goal tegen Zwolle. En daarna een momentje met mijn directe tegenstander. En heb ik achteraf denk ik, mag blij zijn dat het maar één wedstrijd heeft geduurd. Want met een beetje pech had het wel langer kunnen duren. En daardoor heb ik vrij snel weer terug in de basis kunnen staan. En weer verder kunnen gaan waar ik mee begonnen was tegen Zwolle. Nou heb je in de wedstrijd tegen Jong FC Den Bosch had je het ook met je tegenstander aan de stok. Jong PSV, sorry. Ben jij zo'n opvliegende speler? Ik weet niet. Ik denk dat ik hou wel van een duelletje. En het is niet zo dat ik iemand geblesseerd wil trappen of iets wil aandoen of zo. Maar ik ben altijd wel stevig, denk ik, in de duels. En soms gaat het voor je tegenstander misschien iets te ver En dan krijg je misschien reactie. Je weet, als spits moet je daar tegen wapenen. En soms moet ik daar misschien wel iets slimmer mee zijn. Dat ik niet daar een trap krijg waardoor ik er lang uit ben. Dus ik denk dat ik soms wel iets slimmer mag doen nog. Ja. Maar een beetje gevecht in een duel vind ik altijd wel fijn. Maakt jezelf alleen maar scherper. Ja, want je hebt nu een voorwaardelijke straf erop staan. Hè? Dus het telt nu door de volgende keer. Hè? Ja, de volgende keer als ik een schorsing krijg, komt er al automatisch eentje bij. Dus daar moet ik wel mee opletten. Ja. Concurrentie die neemt ook toe, want Ralf Zeuntjes die begint ook aardig te spelen. Dus jullie moeten het toch samen uitmaken wie in die spits staat, hè? Ja, zeker. En dat is alleen maar goed natuurlijk als de concurrentie hoog is. En blijf je natuurlijk ook scherp. En voor de groep is het natuurlijk ook goed dat er zoveel mogelijk spelers zich aandienen om te gaan spelen. Dus is aan mij de taak om te zorgen dat ik in de spits blijf staan en het goed blijf doen. Ja. Nou lijkt het me lekker spelen in die spits, want je hebt een paar hele aardige vleugelspitsen om je heen staan. Ja, ik denk dat het voor mijn kwaliteit wel fijn is natuurlijk, omdat ik een spits ben die in de 16 meter gevaarlijk is. En als je dan zulke buitenspelers hebt die een bal goed neer kunnen leggen, een goede actie hebben en een goede voorzet, dan moet ik zorgen dat ik ze af ga maken. Ja. Hoe zie jij het verdere verloop voor jou dit seizoen? Ik wil zoveel mogelijk blijven spelen en als ik kan die basisplaats vasthouden en mijn goals, mijn kansen komen, dus zorgen dat ik goals blijf maken en dan denk ik dat ik waardevol ben voor het team en dat we als team goede stappen kunnen maken. Ja. Even naar de resultaten van FC Den Bosch. Jullie hebben, zou je bijna zeggen, een beetje angst in de ploeg zitten. Zo gauw je voorkomt, dan gaat de zaak achteruit. Heb je daar een verklaring voor? Er zijn natuurlijk... Dus het is altijd lastig te verklaren, want anders doe je er iets tegen waardoor het niet meer gebeurt. Maar je hebt gelijk dat als we voorstaan dat er soms iets in de ploeg sluit waardoor we achteruit gaan lopen. En dat we niet meer tot ons niveau komen waardoor we het voetbal uit kunnen spelen. En dat is iets om aan te werken. Ja, op de achtergrond begint iemand te boren, maar goed, dat horen we waarschijnlijk niet. Even naar voren kijkend. Aanstaande vrijdag speelt FC Den Bosch tegen Fortuna Sittard. Een lastige wedstrijd, denk ik, want vooral thuis scoort Fortuna erg veel, hè? Al 7 keer. Ja, ze hebben 2 keer makkelijk thuis gewonnen. Misschien wel ook tegen iets mindere tegenstanders, 2 ploegen die nog niet echt draaien. Maar ik denk wel dat ze gevaarlijk zijn thuis. En ze hebben een paar nieuwe spelers die ze extra kracht brengen. En ze hebben de supporters gaan daar weer komen, heb ik al gezien. Dus dat is een lastig avondje. Ja. Met, als uitslag? We winnen met 2-0. Succes. Dankjewel.